Ik ben begonnen met mijn idee van het opzetten van een bibliotheek zo'n 25 jaar geleden. Dan heb ik het over Afrikaans bibliotheek. Want ik merk toen al dat Afrika heel weinig gepresenteerd is in Nederlandse literatuur. Ik heb hier nu op dit moment denk ik een stuk of 500 boeken uit West-Afrika, Noord-Afrika, Zuid-Afrika en Oost-Afrika. Ik heb het over literatuur, ik heb het over geschiedenis, ik heb het over een heel kleine collectie van kinderboeken en ook natuurlijk mooie fotoboeken zoals deze. Mensen kunnen gewoon doorbladeren, heen kijken en genieten. Het is super belangrijk om een ander verhaal te lezen, want als je van Afrikaans afkomst ben en dat je nauwelijks verhalen kunt lezen over Afrikaanse schrijvers of romans, dan mis je toch een deel van je cultuur, van je identiteit. Hoe een Afrikaanse schrijf is zeker anders. Als je een Afrikaanse roman zou schrijven over liefde, zeg maar, dan is het heel anders dan een Shakespeare. Dus voor mij is het super belangrijk om dit te hebben en ook vooral om te delen met mijn dochter. Krijgen ze ook een bredere verhaal over Afrika of over Afrikaanse cultuur of zwarte cultuur in het algemeen. Wij vonden het viering van Ethiopische Nieuwjaar echt heel erg leuk. Jij ook, dat is de nieuwe generatie. Dat wij toch een gevoel van thuis meekregen. Waarbij er vuur werd gemaakt, waarbij Ethiopische eten en ook de lezing en een stukje bibliotheek waar ook geschiedenis straks wordt weergegeven. En het is niet alleen voor Afrikaans of zwarte community, maar ook voor Nederlanders. Die kunnen zeker ook gaan leren, ook verrijken. Dus het is voor iedereen een uitkomst. Ik vind het gewoon echt een supermooie aanwinst.